Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Raad van Bestuur Internationaal Monetair Fonds neemt Surinaams programma in behandeling. Binnen onderwijsvernieuwing telt elk kind, zegt onderwijsminister Levens. Suriname moet zich schrap zetten voor vijfde golf. Waterproductiecentrum La Liberté in gebruik genomen. En sportdagkinderen met een beperking. Het overeengekomen steunpakket voor economische en financiële hervormingen tussen Suriname en het Internationaal Monetair Fonds zal formeel door de IMF-uitvoerende Raad van Bestuur in behandeling worden genomen. Dit zal gebeuren op 22 december aanstaande. Het gaat om een steunpakket onder een Extended Fund Facility van $690 miljoen voor een periode van 3 jaar. Op donderdag 9 december 2021 werden de documenten overhandigd aan de 24 directeuren van de uitvoerende Raad van Bestuur. De eerste overmaking van $56,4 miljoen komt gelijk na goedkeuring vrij. Vervolgens vindt er elk kwartaal een evaluatie plaats van de afgesproken doelen. Bij goedkeuring wordt een ongeveer even groot bedrag aan financiële steun uitgekeerd. Met het IMF-programma is de weg ook vrij voor begrotingsondersteuning door multilaterale financiële instellingen. Deze komt bovenop de IMF-ondersteuning en bedraagt circa $700 miljoen over de komende 3 jaren. Deze fondsen zullen in het bijzonder gebruikt worden voor de financiering van het sociaal vangnet. Daarnaast zijn ze ook bedoeld voor versnelde economische groei en duurzame ontwikkeling. De onderwijsvernieuwing welke door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wordt doorgevoerd, wordt nog niet zo goed begrepen. Men denkt aan heel ingewikkelde zaken, zegt onderwijsminister Marie Levens. Tijdens een op vrijdag 10 december 2021 belegde persconferentie ging de bewindsvrouw in op het hoe en waarom van dit proces. Zij verduidelijkt dat er voornamelijk gelet zal worden op het talent en de vooruitgang van het kind. Hier krijgt u, wil ik op focussen vandaag, omdat de onderwijsvernieuwing nog niet zo goed begrepen wordt. Wanneer we praten over onderwijsvernieuwing, denkt men aan hele ingewikkelde zaken. Maar waar wij naartoe gaan, is dat elk kind telt en dat elk kind evenveel recht heeft op onze steun om te kunnen groeien in die samenleving. Wat we nu hebben is dit. Er zit een leerkracht voor de klas en die gelooft echt dat elk kind precies hetzelfde moet krijgen. Dat elk kind precies op dezelfde manier leert. Ze proberen zich vast te houden aan die ene methode die ze ooit hebben gehad en hebben geleerd. En in de praktijk van de afgelopen 50 jaar is duidelijk gebleken dat als je niet focust op wat het kind echt kan, het nooit mee kan doen. Hier vraagt de leerkracht aan de kinderen om te klimmen in de boom. Als u kijkt naar het plaatje, dan zult u zien wie hier een 10 gaat krijgen. De opdracht is klim in de boom. En zo begint onze training van alle leerkrachten. Want we gaan al die duizend leerkrachten die we hebben, dus duizenden, we hebben er een heleboel, 17.500, allemaal gaan we proberen te laten beseffen dat niet elk kind hetzelfde is en dat één en dezelfde opdracht niet kan gelden voor elk kind. Maar je moet focussen op het talent.
Ik weet niet hoe die olifant de boel in gaat klimmen, maar ik weet dat die aap een 10 gaat krijgen. Aan het eind van de repetitie, hoe men het voelt, dat kind dat die opdracht gehad heeft om hetzelfde te doen als die aap, snap je, die voelt zich miskend. We houden deze plaat aan omdat de opdrachten gefocust moeten zijn in de toekomst op het talent van het kind. Wat kan het kind werkelijk, wat kan het kind niet? En wij willen niet langer straffen op wat het kind niet kan, maar we willen het accent leggen op wat het kind wel kan. Dus op het talent van dat speciale kind. En we willen vooruit gaan. We willen vooruit stoten. Dat noemen wij ontwikkelingsgericht onderwijs. Dat we zeggen, we focussen op de vooruitgang van het kind. Niet op de achteruitgang, niet op het stilstaan, maar elke dag het kind één stap vooruit te laten maken. En niet elk kind is hetzelfde, dus niet alle kinderen gaan precies met hetzelfde tempo vooruit. Maar de opdracht is, alle kinderen moeten vooruit. En de ene gaat sneller en die mag je ook sneller laten gaan. De andere gaat langzamer en die heeft extra hulp nodig. Dat is die hele vernieuwing in dat onderwijs, waardoor blijven zitten gaat verdwijnen, omdat je niet focust op wat het kind niet kan. Maar alle kinderen kunnen iets en we moeten gewoon focussen op dat stukje talent wat er in ze zit. En dan zullen we op het eind zien wie waar eindigt. Om dit mogelijk te maken hebben we natuurlijk het systeem een beetje moeten aanpassen. Hebben we de leerkrachten moeten trainen. En zijn we nog heel hard bezig de leerkrachten te trainen. Om elk kind, het talent te zoeken in elk kind. Suriname moet zich schrap zetten voor de vijfde COVID-19-golf. Deze komt eraan. We have to embrace ourselves. Zo waarschuwde Dr. Anders Javier Assin tijdens de COVID-19-persconferentie op donderdag 9 december 2021. Hij gaf ook aan dat de voorraden vaccins opraken. De oproep aan de samenleving is zich zo snel als mogelijk te laten vaccineren. Ik heb een paar boodschappen. Helaas niet te veel goed nieuws. Het enige goede nieuws is, en dat was zo net op de slide te zien, is dat het weer rustig is geworden. Dat de zorg ook wat rust heeft kunnen pakken, wat vakantie heeft kunnen nemen. Dat was heel erg hard nodig. Maar die vijfde golf komt eraan. En we have to brace ourselves, omdat dat best heftig kan worden. Maar over die vijfde golf straks meer. Ik heb eigenlijk belangrijker nieuws. En dat is dat we uit onze voorraden vaccins zijn aan het eind van deze maand. Moderna, daar hebben we nog 900 doses van over. Met het tempo waarop het nu gaat, verwacht ik dat we overmorgen, dus zaterdag, de laatste dosis Moderna hebben gegeven. En van Pfizer hebben we nog ongeveer 20.000 over. En met het tempo waarin we nu vaccineren, denk ik dat Pfizer in de eerste week van januari op is. We hebben wel nieuwe Pfizer besteld. En we hebben ook wel hoop dat het op tijd komt. Maar die zekerheid hebben we nog niet. Dus ik spoor echt iedereen aan die nog voor de feestdagen gevaccineerd wil worden. Of die Pfizer of Moderna wil. Om zo snel mogelijk naar een van de vaccinatiesites te gaan. Om in ieder geval dat te krijgen. Vanaf januari hebben we dus dan in principe alleen Sinopharm. En hopelijk ook Pfizer. Dus desma sawan tik aspoiti fos de fesikon umos go na vaccinatie site no wakti no dry a Moderna sawe abi a klari bakatamara a date bakatamara eigenlijk a Pfizer sawe abi dat klari in januari. Dus baka jari disi, baka december, Sinopharm is na enige sawabi. Unsenteki Pfizer, maar uno de zeker if en otenga ikon. Dus no de wanf den sranamang, wanf unu, sa eindig in a intensive care
of erger. Koteka, Pfizer, everyone, Abi, Pfizer, Vos, A, Yari, Disiklari. Ja, dat is ook belangrijk, omdat de vijfde golf eraan komt. Ik hoop natuurlijk altijd dat mijn negatieve of mijn slechte voorspellingen niet uitkomen. Maar alle tekenen wijzen erop dat we wel die vijfde golf gaan krijgen. We volgen stevast de golven in Europa. En met een paar weken achterstand. We zien nu de golf in Nederland, die is een heftige. En die gaat gelukkig wel liggen. Maar ik denk dat het geen reden is voor ons om te juichen. Nederland heeft een vaccinatiegraad die het dubbele is van de onze. En daarnaast speelt in die golf die Nederland nu heeft Omicron nog geen rol. En dat zal bij onze vijfde golf waarschijnlijk wel het geval zijn. Dus dat het wat rustiger gaat worden in Nederland is nog niet een reden dat wij minder bezorgd hoeven te zijn. Onze vaccinatiegraad is te laag en daarnaast de capaciteit in onze zorg is veel minder dan alle andere landen die nu die golf hebben. We hadden bij de eerste twee golven, en als u dat de grafiek die collega Nanampandey liet zien herinnert, er zijn twee kleine golven geweest. De eerste twee golven en daarna is er een derde golf die was een heel stuk groter. En de vierde golf was dubbel zo groot als de derde golf. Naar verwachting zal de vijfde golf ook het dubbele zijn van de vierde golf. Het waterproductiecentrum op La Liberté in het district Comewijnen is een feit. Deze faciliteit is op vrijdag 10 december 2021 in gebruik genomen door president Chandrika Persat Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk. De Surinaamse waterleidingmaatschappij startte in februari 2020 met de bouw van dit waterproductiecentrum dat het drinkwaterprobleem in Comewijnen tot het verleden moet doen behoren. Als regering hebben wij laten zien dat wij doen wat wij beloofd hebben. Het drinkwaterprobleem in Comewijnen heeft een lange geschiedenis gehad. Vandaag is hier een verandering ingekomen. Schoon drinkwater is een recht van ieder burger. Het is geen luxe. Ik maak mij sterk om overal in dit land de Surinaamse burger te voorzien van 1x24 uur elektriciteit en gezond drinkwater uit de kraan. Als regering is het onze plicht om voor deze nutvoorzieningen te zorgen. We willen de problemen van water en elektriciteit voorgoed veranderen. Achterstanden van decennia lang moeten worden ingelopen. Van hieruit, me feliciteer alles maar voor Comewijnen. Me feliciteer aan de regering, president. President Lixo Betaki, water. Alles aan de man, we spelen de omschar water gieding. We hebben een campagne gevoerd. Hier in Comewijnen. En uit die campagne en uit ook ons onderzoek waren er 5 issues die prioritair waren in Comewijnen. En de eerste 2 issues waren namelijk het waterprobleem, met name het drinkwaterprobleem en het fileprobleem. En we hebben gezegd, we gaan er 5 aanpakken en misschien meer dan 5. Maar we beginnen alvast met die problemen die Comewijnen aangegeven had als high priority. En vandaag lossen we eentje op. Het drinkwaterprobleem. En we gaan door. Want ik heb die structuren, de DC en SWM, al ontvangen op het kabinet van de president. En ik heb duidelijk gevraagd of met de knop vandaag heel Comewijnen wel voorzien zal zijn van drinkwater. En het antwoord is nog niet. En aan het nog niet moeten we gaan werken na vandaag. De straten, de buurten, de wijken, rechteroever van Comewijnen, Oosten,
van Kommerwijnen, voorbij Tamarejo. En ieder en alle gebieden moeten drinkwater krijgen. En we kijken uit naar die voorstellen. Zoals de directeur SWM dat gezegd heeft, ze zijn ready om te komen presenteren. En u gaat de uitnodiging krijgen nog voor einde van dit jaar. Zodat we snel de raadsvoorstellen kunnen opmaken. En VP's kunnen sturen en dit kunnen goedkeuren. En de financiële middelen vrijmaken. Dat iedereen in Kommerwijnen over voldoende en gezond en veilig drinkwater kan beschikken. Vroeger was het vuil water, nu hebben we beter water na enkele jaren toe. Met deze nieuwe installatie verwacht ik zonder meer veel beter. En dat was zeker wat ik gezien heb aan die monsters van het water op tafel. Zijn uitstekend van rivierwater tot helemaal goed drinkwater. Te maken voor het volk en eventueel, wat het verteld is ook, dat het hydrofoor overbodig gaat zijn. Ik zou dat zeer op prijs stellen voor de bewoners van Kommerwijnen. Er zijn heel wat van arme mensen die dat niet kunnen permitteren de hydrofoors. Dus ik verwacht het beste. Ik heb er vertrouwen in. Blijde gezichten bij de kinderen van de Meester Huber Stichting en de Annie Crash. Deze pupillen hebben op vrijdag 10 december mogen genieten van een sportdag die mogelijk werd gemaakt door de Ilonka Elmond Foundation. De kinderen zijn aangenaam bezig gehouden met leuke activiteiten zoals zingen en tekenen. De communicatiedienst Suriname was aanwezig bij de Meester Huber Stichting. Ja, kijk, door COVID zijn we 2 jaartjes, kan je wel zeggen, sinds 2020 hebben we niks georganiseerd. Normaliter doet de Foundation sportdagen voor kinderen met een beperking. En dat doen we 4 van per jaar. En dat doen we dan in samenwerking met de stichtingen, zoals de Hubert Stichting en de Annie Crash vandaag. En normaliter komt ook het bureau speciaal onderwijs erbij kijken. Het enige, nu met COVID staat eigenlijk alles een beetje stil. En hebben we dus eigenlijk ons programma creatief omgezet, waarbij we zeg maar, toch in de vorm van een sportdag onze activiteiten kunnen voortzetten en kennis kunnen overdragen aan de docenten hier. Dat wanneer er geen schooldocenten zijn, dat ze dus toch hun sport en spelletjes kunnen doen met de kinderen met een handicap. Dat is zo mooi, dat is zo mooi. Het was afgesproken en dat mevrouw Ilonka hier een sportdag heeft georganiseerd voor de pupillen van de Huber Stichting. En dat het van 9 uur tot 12 uur zou starten. En dat ze een heel leuke dag mogen hebben en dat ze van de sportactiviteiten mogen genieten. En hoe belangrijk is sport dan voor deze kinderen? Nu nog meer belangrijker dan ooit. Kijk, we weten allemaal dat sport heel erg belangrijk is voor je levensstijl. Maar deze doelgroep heeft de sport en beweging extra nodig. Omdat ze op die manier hun vaardigheden en hun motoriek kunnen ontwikkelen. Dit doen ze dan op een leuke manier. Weet je trekt hun aandacht door een spelletje. En tijdens het spelletje leren ze dus hun motoriek aanscherpen. En nu is het dus nog belangrijker, want COVID zorgt ervoor dat we eigenlijk nergens kunnen gaan. Ja, dus mensen houden hun kinderen thuis, eigenlijk kan je wel zeggen. En eigenlijk is het vanwege de maatregelen, daar kan je eigenlijk vrij weinig. Je moet hard voor hebben om met deze pupillen te werken. Want het zijn geen normale pupillen zoals het dagelijkse leven van alle andere kinderen. Ze hebben meer liefde nodig, dat je ook heel veel tijd voor moet besteden. En dat je heel veel zorg en alles erop moet toegeven aan die pupillen. Want het zijn pupillen die ons eigenlijk nodig hebben en niet alles zelf kunnen doen. Het is wel goed, maar ik mis mijn familie. En mijn vader en mijn moeder. Ik mis de hele tijd. Soms als ik slaap in mijn bed, dan wil ik huilen. Is wel jammer. Maar. Oh, maar het is toch leuk met je vriendjes en vriendinnetjes hier? Ja, tante. En onze angst is dat juist deze doelgroep nog meer in een vergeten hoekje komt te zitten dan dat ze eigenlijk al zijn. Dus eigenlijk moeten we met z'n allen hier voor dit soort
initiatieven staan en voor deze doelgroep opkomen. Ik denk dat, dat er meer gezorgd moet worden voor vrijwilligers en coaches. Nou ja, vrijwilligers, maar dat er meer kader in het veld komt. Dus bijvoorbeeld dat er cursussen en trainingen aangeboden worden aan sporttrainers. Zodat zij ook met deze doelgroep kunnen omgaan. Mijn foundation doet dat. Dat heet Ready Enable trainerprogramma's. Waarbij we alle docenten, trainers en iedereen die graag met kinderen met een beperking wil sporten en bewegen, hebben we gratis bijgeschoold. En dan krijgen ze een volwaardige cursus die in het buitenland aangeboden wordt. Hier op maat hebben we gemaakt en dat geven we gratis. Dat gaan we dus weer opzetten. Volgend jaar denk ik dat we al met de eerste starten. Pastor Ilonka, ik wil bedanken. Heel veel hartelijk bedankt. Met mijn deze dag. Dat ik mag hier komen. En ja, dat is alles. Dankjewel, Artie. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.